We zijn aan het einde gekomen van de stemmingen. En zoals het hoort, moet de voorzitter een speech houden aan het eind van het jaar. En ik heb mijn best gedaan. Collega's, traditioneel wordt het laat op de laatste dag voor het kerstreces. Vandaag valt het een beetje mee. Maar in de afgelopen weken hebben we vaak tot laat in de avond en soms in de nacht laat vergaderd. Gisteren zelfs tot 1 uur. Er is ooit een Kamerlid geweest dat heeft geprobeerd het nachtelijk vergaderen aan banden te leggen. Hij, het is een hij, diende in 2014 de volgende motie in. De Kamer, gehoorde beraadslaging, overwegende dat nachtelijk vergaderen de kwaliteit van debatten in de Tweede Kamer en daarmee de kwaliteit van een deel van het democratisch besluitvormingsproces onder druk zet, overwegende dat nachtelijk vergaderen een flinke belasting vormt voor bewindslieden, het ambtenarenapparaat, fractiemedewerkers en Kamerleden en bovendien extra kosten met zich meebrengt, spreekt de wens uit dat het presidium van de Tweede Kamer onderzoekt hoe het vergaderen in nachtelijke uren substantieel kan worden teruggebracht en hierover een voorstel presenteert en gaat over tot de orde van de dag. Wie was de indiener van deze motie? Helaas hebben alleen 50PLUS en de SP voor de motie gestemd. Maar ik weet zeker dat als de heer Krol deze motie opnieuw zou indienen, dat deze met algemene stemmen zou worden aangenomen. Alleen weet ik ook dat de heer Krol dit niet gaat doen. Want toen de heer Krol deze motie in 2014 indiende, zat de heer Van Rooyen nog niet in de Kamer. En hij zou nooit zijn nacht hebben beleefd als we niet tot diep in de nacht waren doorgegaan. Het debat over de wet Hillen, ook wel het filibusterdebat, duurde 11 uur 56 minuten en 48 seconden. Het was de langste nachtelijke vergadering van 2017. Ik sloot de vergadering om 4:30. Soms is het niet anders dan dat we tot diep in de nacht vergaderen. We hebben de langste kabinetsformatie in onze parlementaire geschiedenis achter de rug en daardoor zijn de begrotingsbehandelingen naar achteren geschoven. We hebben geprobeerd om daarnaast zoveel mogelijk debatten in te plannen, dus het kon echt niet anders. 2017 was ook een enerverend jaar. In maart werden er 71 nieuwe Kamerleden beëdigd. In oktober stond er een nieuw kabinet op het bordes. En er stroomden nog eens 12 nieuwe Kamerleden in, waaronder ook een paar oude collega's. In totaal zijn er na de verkiezingen 80 nieuwe Kamerleden begonnen. Dit is meer dan de helft van de Kamer. Iedereen heeft moeten wennen aan de nieuwe gezichten, maar vooral ook aan de nieuwe namen. Het trio Özdil, Öztürk en Özetok bezorgt de griffiers die de namen moeten oplezen bij de hoofdelijke stemming klamme handen. En oh jee, als de naam Öztürk verkeerd wordt uitgesproken. Waar er vroeger maar een enkele keer een hoofdelijke stemming werd aangevraagd, in 2013 waren dat er 9, groeit het aantal hoofdelijke stemmingen sneller dan de bitcoinkoers. En ik heb vandaag nog dat aantal bijgewerkt. In 2017 hebben we 37 keer hoofdelijk gestemd. Een nieuwe Kamer brengt ook een andere dynamiek. Veel Kamerleden hebben na de lange kabinetsformatie hun geduld verloren. De oude Kamer liet ons achter met 9 meerderheidsdebatten en geen enkel 30-leden debat. Maar sinds 22 maart, ook vandaag moest ik even bijwerken, 22 maart hebben we 2 interpellatiedebatten, 29 meerderheidsdebatten en 53 30-leden debatten op de lijst staan. Het wordt druk volgend jaar.
Ook tijdens de debatten ging het er niet altijd zachtzinnig aan toe. Bewindspersonen die voor het eerst in hun leven in de Tweede Kamer moesten optreden, werden getrakteerd op een ontgroeningsprogramma. Zo heb ik de kersvers minister van Financiën, de heer Hoekstra, en staatssecretaris Snel in een kennismakingsgesprek voorafgaand aan de financiële beschouwingen verteld dat de financiële woordvoerders heel geestig, relaxed en vaak ook graag samenwerken. Het debat was nog niet begonnen. Of de heer Tony van Dijk stond bij de interruptiemicrofoon om een hoofdelijk stemming te vragen. En toen we daarna aan het debat konden beginnen, dacht de heer Van Rooyen, dit kunstje kan ik ook. Moesten we weer opnieuw stemmen. De heer Hoekstra begon een beetje beduust aan zijn eerste termijn. Voorzitter, zei hij, ik had me allerlei romantische en minder romantische voorstellingen gemaakt van mijn begin hier, maar dit heb ik helemaal niet verwacht. Die financiële beschouwingen duurden uiteindelijk 17,5 uur. Overigens, niet alle Kamerleden staan iedere week bij het spreekgestoelte om een brief of een debat aan te vragen. Er zijn ook Kamerleden die niet op de voorgrond treden en niet altijd op de voorpagina van de krant staan, maar die ook belangrijk werk doen voor hun kiezers. Ik zie ook trends, of een paar trends, die zich in de zaal afspelen. De mobiele telefoons blijven ergernis nummer 1. Bijna dagelijks komen er e-mails binnen van mensen die zich eraan storen. Gisteren kreeg ik nog een e-mail van een meneer die vond dat na de autobestuurders ook de landsbestuurders moesten stoppen met appen en beter moeten opletten. Maar het speelt overal, niet alleen bij ons. Mijn ambtsgenoot in Duitsland, de heer Schäuble, heeft de Bondsdag een brief gestuurd waarin hij het gebruik van mobiele telefoons nog net niet verbiedt, maar het wel probeert te ontmoedigen. En ik denk niet dat het een goed idee is om u voor de vergadering te vragen om uw mobiele telefoon in te leveren. Maar een beetje terughoudendheid kan geen kwaad. Andere trends zijn de breedsprakigheid. Het niet accepteren dat de voorzitter orde houdt, of ondanks het verzoek om het kort en bij het onderwerp te houden, toch doorpraten. Overigens hebben niet alleen Kamerleden hier last van, ook sommige bewindspersonen. En daar heb ik ook een rol in als Kamervoorzitter. En soms leidt dat tot resultaat. Vandaag tijdens de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg ik een briefje vanuit vak K. Voorzitter, ik was in 2 uur klaar. Ik wil graag een stickertje. Groetjes, Wouter Koolmees. Het doorpraten en niet luisteren heeft ook te maken met het maken van filmpjes. Want als een Kamerlid daar achter het spreekgestoelte staat, wil hij of zij vaak een filmpje maken. In Politieke Junkies van een paar weken geleden zei journalist Afina Spiki dat Kamerleden in de zaal eigenlijk permanent campagne voeren. Kamerleden zijn niet altijd in gesprek met elkaar. Luisteren niet altijd naar elkaars argumenten. In plaats daarvan steken ze een goed voorbereide monoloog af die ze daarna gemakkelijk op Facebook of Twitter kunnen zetten. In veel filmpjes zie je Kamerleden een prachtig betoog afsteken of een scherpe interruptie plaatsen. En op het moment dat je denkt, wat zou het andere Kamerlid daarop zeggen, stopt het filmpje. Wat natuurlijk ook heel vervelend is, is een voorzitter die je halverwege je betoog onderbreekt. Dat maakt het knip- en plakwerk lastig, erg lastig. Dat is mij door een Kamerlid verteld. Of ik er alsjeblieft niet meer doorheen wilde praten. Toch heb ik de microfoon een aantal keer moeten uitzetten. Niet om uw ruimte te beknotten, maar omdat het nu eenmaal mijn taak is om te zorgen dat bewindspersonen en Kamerleden niet te veel in herhaling vallen, dat er niet door elkaar heen wordt gepraat en het debat ordentelijk verloopt. Dat zegt niks over emoties tijdens het debat, of dat het debat niet op het scherpst van de snede gevoerd mag worden. Dat hoort erbij. Maar deze zaal is geen Studio Aals meer.
en het debat hoort in de Kamer plaats te vinden. Het mag zich niet verplaatsen naar sociale media. De discussie op Facebook en Twitter is ter aanvulling, al begrijp ik het heel goed, al begrijp ik heel goed ook, dat het gebruik van sociale media in ons vak heel belangrijk is. En het heeft ook veel voordelen. Het maakt het Kamerwerk en waar Kamerleden mee bezig zijn voor iedereen toegankelijk en levendig. Maar goed, zo denk ik erover. Maar in deze zaal gebeuren natuurlijk genoeg spannende dingen. Zoals die keer dat het spreekgestoelte op en neer ging toen de heer Ascher met zijn bijdrage bezig was. Een van de bodes was per ongeluk op de afstandsbediening gaan zitten. Maar ook als leden het spreekgestoelte zelf hoger of lager willen zetten, gaat het wel eens mis. De heer Van Raan heeft dat nog vorige week meegemaakt. Gelukkig is er op zulke momenten altijd de Jong Graus. Hij is van alle markten thuis. Hij ging zelfs op zijn knieën om het spreekgestoelte te repareren. En uiteindelijk is het gelukt en kon de heer Van Raan verder met zijn verhaal, ons in zijn verhaal meenemen. Maar omdat het onmogelijk is om de heer Graus bij alle debatten aanwezig te laten zijn, gaan we daar iets aan doen. Dus dat beloof ik jullie. En dan is er nog iets wat ook tot heel veel reuring heeft geleid. De vlag, inderdaad. In hun motie noemden de heren Van der Staaij en Wilders de vlag een symbool van de natie. Ze riepen tot het plaatsen van één, en ik citeer, nationale vlag. Maar ze waren vergeten in het dictum van de motie op te nemen nadat de Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het presidium om een vlag van 7,50 meter bij 14,25 meter hangend aan de muur of eventueel aan het plafond, niet op pootjes en zeker niet met een vierkante voet, met een subtiele glans maar niet te glimmend, eigenlijk met een soort matte gloed, op precies 1,65 meter achter het rostrum en op 50 centimeter van de muur, direct achter de stoel van de voorzitter en die altijd lichtjes dient te wapperen. En gaat over tot de orde van de dag. Maar dat stond er niet in. Ze noemden het gewoon een nationale vlag. En zo'n vage omschrijving, dat is vragen om moeilijkheden. De vlag werd gelijk trending topic op Twitter. De Action heeft de aanbesteding gewonnen, zag ik voorbij gaan. Anderen vonden het heel behulpzaam, zo'n vlag in ons parlement. Want anders zouden we denken dat we in België vergaderen. De dag na het plaatsen van de vlag stond een prachtige foto op de voorpagina van de Telegraaf. En ik dacht, kijk, wat een mooie foto. Wat een positief bericht. Maar nee hoor. Daaronder stond een citaat van de heer Hiedema. Dit is een IKEA-vlag. Natuurlijk nemen we alle kritiek serieus. En dus komt er na ter zes een nieuwe vlag. Maar dat is geen garantie voor consensus, dat weet ik wel zeker. Ook daar zullen meer meningen dan kamerzetels over zijn. Er varen natuurlijk ook nieuwe woorden en uitdrukkingen die altijd voor wat levendigheid zorgen. Bij het VAO-RBZ, Handel en WTO zei mevrouw Dix dat een voorstel van de minister op twee benen hinkelt. In plaats van twee gedachten. En mevrouw Satia zei in het VWS-debat dat de minister de alarmbel heeft aangetrokken. Het woord inzoomen deed het ook goed in de zaal. Er wordt veel en overal op ingezoomd. Verder zijn de pottertjes terug van weg geweest. Niemand weet wat ze zijn. Tijdens het filibusteren had de heer Van Rooyen ze nodig. Mensen onder de 50 wisten niet wat het waren. En mensen boven de 50 wisten niet dat ze nog bestonden. De heer Krol en mevrouw Satias konden ze in ieder geval niet vinden in de Big Shopper met overlevingsmiddelen. Ook nieuw in ons vocabulaire
De eikeltjespyjama. Grote hit. Hij was meteen uitverkocht, maar ik begrijp dat het laatste exemplaar van de heer Klaver beschikbaar is en wordt geveild. Ik heb het nog even gecheckt en de teller staat nu op €310. Ik weet niet welke maat het is, maar misschien kan de heer Pieter Heerma maar niet bieden. Het is voor het goede doel bedoeld. Ook voor de interne organisatie was het een enerverend jaar. Ik begin dit jaar met de fractiemedewerkers. Die worden vaak vergeten. Na de verkiezingen hebben sommige fracties afscheid moeten nemen van een groot aantal trouwe medewerkers. Dat was pijnlijk. Tijdens begrotingsbehandelingen worden ambtenaren van departementen altijd in het zonnetje gezet. We weten allemaal dat de ondersteuning van de Tweede Kamerfracties in schril contrast staat tot de ondersteuning van ministers. Maar juist de fractiemedewerkers zijn vaak de motor achter het werk van Kamerleden. Ze staan ons dag en nacht bij, zitten bij debatten vaak tot laat in de avond in de loges. En zonder hen hadden wij ons werk niet kunnen doen. Ook voor de Kamerorganisatie was het een jaar waarin hard werd gewerkt. Denk aan het nieuwe ledenplein, de interne verhuizing of de mensen van de technische dienst die met ventilators of juist met kacheltjes moesten sjouwen omdat de onderhandelaars het te warm of te koud vonden in de stadhouderskamer. Iedereen heeft op zijn of haar eigen manier wel bijgedragen, of het nu ging om publieksvoorlichters of bodes, om griffiers, beveiligers of mensen van het restaurantbedrijf. Als voorzitter ben ik er trots op dat het allemaal is gelukt. En namens ons allemaal wil ik iedereen daar heel hartelijk voor bedanken. En natuurlijk wil ik, en dat is inmiddels een traditie, ook de parlementaire pers bedanken. Ik zie Wouter de Winter. Nee, de fotografen. Jeroen Stans. Ja. Van BNR, ja, dat klopt. Maar ja. Jeroen Stans en Wouter de Winter, de fotografen. Ja, natuurlijk, beveiliging, daar kunnen we niet zonder. Maar ik wil toch speciaal danken voor de parlementaire pers. Ze maken het ons soms ontzettend lastig. Maar ze zijn onmisbaar in ons democratisch functioneren. En zeker in ons parlementair werk. Ze zijn en blijven ons geweten. Dank u wel. Tegen de heer Kuzu en iedereen in de zaal zeg ik: u bent moe, ga lekker naar huis. Geniet van de feestdagen, rust uit met uw familie en vrienden. En ik wens u een hele mooi, gelukkig en gezond nieuwjaar. En ik zie u graag 16 januari volgend jaar weer terug. Dank jullie wel.